Hallo, welkom in een nieuwe video waarin ik het met jou eens wil hebben over een reading dat ik gedaan had. Om te kijken wat er eigenlijk op dit moment gaande is in de mannelijke en de vrouwelijke energie. Enerzijds om te begrijpen wat er gaande is en anderzijds ook om het op een andere manier nogmaals te kunnen uitleggen aan jullie. Dus ik had een aantal kaarten getrokken, zowel voor de mannelijke energie als de vrouwelijke energie, als ook voor de union, dus de eenheid, dus de connectie. En het eerste die eruit kwam was eigenlijk een kaart voor de mannelijke energie, waarin dat heel duidelijk wordt de nadruk gelegd op het feit dat de mannelijke energie door heel wat healing en ascensie symptomen gaat, die zowel op fysiek, maar ook op emotioneel vlak gevoeld worden. En dat maakt dat de mannelijke energie, dus zowel de mannelijke energie in jezelf als de mannelijke energie in de connectie, eigenlijk de ruimte nodig heeft om te rusten. Zodanig dat dat is hetgeen wat ik afgelopen week ook vaak heb gedaan. Ik heb ook echt geslapen, omdat ik ook voelde dat dat mijn lichaam en mijn energie hielp om oude energieën volledig te los te laten en te transformeren. En nog veel meer te gaan gronden vanuit die hogere energieën. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook de kaart van, met de boodschap dat de mannelijke energie uiteindelijk vermoeid was. Vermoeid om weg te blijven, vooral op het fysieke, van de vrouwelijke energie. Maar dat om in orde om uiteindelijk te kunnen komen tot die fysieke eenheid, die fysieke samenzijn, op een harmonieuze manier, dat de mannelijke energie nog verder doorheen angsten aan het werken is. Zodanig dat ze kunnen enerzijds terugkomen bij zichzelf, wat dan uiteindelijk zich in het fysieke ook toont door fysiek samen te komen. En daarom kreeg ik ook de boodschap voor de mannelijke energie, dus vanuit de mannelijke energie, dat je ook bezig bent om nog verder dingen van de connectie te gaan leren begrijpen, vooral te aanvaarden. En dus niet meer altijd vanuit het logische verstand, dus vanuit de 3D aan te vliegen, zoals dat ze altijd gewoon geweest zijn. Want dat is ook het stuk waar dat ook heel veel angsten naar boven brengt, opbrengt, oproept. Omdat ze dingen proberen uit te zoeken, omdat ze proberen te gaan zoeken van, ja, er klopt hier iets niet aan, het is niet logisch, het is niet zoals dat ik het ken, het is niet zoals ik de meeste van mijn relaties heb ervaren. En dat zorgt natuurlijk dat de mannelijke energie nog veel dieper getriggerd wordt. Maar dat is ook iets die in de connectie gewoon gaande is op dit moment. Omdat oude patronen, en dat is wat ik de afgelopen weken ook in mijn eigen connectie ervaren heb, maar het ook zie in het collectief, dat we zowel de vrouwelijke als de mannelijke energieën getriggerd worden om nog meer oudere patronen, die niet alleen van ons zijn, maar die er gewoon in het collectief aanwezig zijn en die dus ook vanuit voorouderlijke patronen zodanig ingeprent zijn, om die naar boven te komen. En door het feit dat die naar boven komen, dan voelen we ons nog meer gekwetst. Dan voelen we ons nog meer getriggerd. Maar net dat is ervoor, omdat we dan uiteindelijk zouden kunnen komen tot die diepere healing. Omdat we zouden kunnen meer gaan vertrouwen vanuit de energetische connectie die er is. Ook al als we voelen dat we dingen, emoties voelen, zeker als vrouwelijke energie, dat je bijvoorbeeld stress voelt of boosheid of verdriet, terwijl je eigenlijk niet echt goed kan plaatsen van waar dat komt. En het zijn vooral die emoties die ervoor zorgen dat de mannelijke en de vrouwelijke energie niet meer op de juiste frequentie zitten, waardoor dat ze geen match meer zijn. Ze zijn een dismatch. Dat is hetgeen wat ik afgelopen week ook nogmaals heb ervaren in mijn eigen connectie. Dat wanneer dat stukken, wonden naar boven komen, dat er een disconnectie is, omdat er niet meer verbonden wordt vanuit dezelfde frequentie. Dus wanneer dat ik zelf als vrouwelijke energie doorheen een quantum shift ga, dan zorgt dat altijd voor een kleine separatie of een kleine breuk met mijn mannelijke energie, omdat hij dan ook weer even moet bijbenen en moet door zijn stukken werken, om uiteindelijk dan weer op dezelfde frequentie te komen. En dan daarom is het belangrijk om heel bewust te zijn van die dynamiek die er voortdurend gaande is. Want door het net bewust te zijn, dan help je elkaar in het verder groeien, in het verder
belichamen van een hogere frequentie. En daarom krijgen we ook, wanneer dat gaat over de connectie, op de energie van de connectie, dat het een nodig is om vanuit beide partijen een diepe vertrouwen te hebben in elkaar, in jezelf, en weten dat jullie allebei werken richting die eenheid, werken richting die union. En daarom kregen we ook de boodschap bij de vrouwelijke energieën dat ze moet heel bewust zijn dat de obstakels die er zijn, de frictie, de disconnecties die er zijn om de union-energie ook altijd maar steeds verder en verder uit te zuiveren en uit te klaren. En dat ze moet ook blijven vertrouwen op het feit dat er een hogere roeping is, niet alleen aan haar leven, in haar leven, ook in het leven van de mannelijke energie, maar ook in de connectie. En dat naarmate dat je verder stapt in de connectie, ook altijd maar altijd meer helderheid brengt. Wat dat dan in, door die intentie te zetten en door jezelf de tijd te geven, maar tegelijkertijd ook los te komen van je eigen tijdskader, dat je meer en meer ook gaat gaan leren van op welke manier dat je een invloed, een positieve invloed en healing vooral hebt, een positieve transformatiekracht hebt op de connectie, op de energie van de eenheid, van de connectie met je mannelijke energie. En dat je ook weet dat wat dat je ook doorheen gaat, doorheen maakt, als je echt inderdaad in een connectie bent met je mannelijke energie, dat er altijd weer een shift gebeurt na zo'n dieptepunt. Dat het belangrijk is om positief te blijven. En dat is daarom ook dat ik in de week ook die post gemaakt heb over Queens. Het gaat erover hoe dat je in die diepste momenten, wanneer dat jouw demonen of de demonen van jouw mannelijke energie naar boven komen, wanneer dat je daar kan blijven in balans, ga ik niet zeggen, maar wel in een diep vertrouwen en in overgave en eigenlijk in een soort van dienst zijnde van het hogere goed en dus van onvoorwaardelijke liefde, dat je dan gaat ook zien dat die gedachten die je op dat moment bewust kiest, dat er ook gaan voor zorgen dat er heel veel dingen ook weer gaan verschuiven in jouw realiteit en in jouw connectie. En dat zien we dat we ook merken nu in de connecties nu op dat moment. Want voor de connectie hadden we ook de urn, dus de urne, maar het lag ondersteboven. Dus de momenten waarbij je het gevoel hebt dat dingen over zijn, dan ja, dat is dat eigenlijk voor een stuk dat inderdaad over is. Maar het gaat niet over het volledig beëindigen van een connectie. Het gaat er over einden van een oude manier van zijn. Wanneer je dus een quantum shift maakt, dan verander je jouw frequentie. En dat betekent ook dat dan de versie van wie dat jij dacht dat je bent, dat die ook gaat gaan veranderen. En dus dat maakt natuurlijk dat ook in, dat betekent ook dat zoals ik net ook gezegd heb, wanneer je als vrouwelijke energie het pad loopt en leidt, door jouw eigen bewustwording in handen te nemen en door je eigen stukken en je eigen schaduw en je eigen pijn, ook in voorouderlijke lijnen die in jouw lijn zitten, in jouw energie, maar geloof mij, dat is sowieso ook in die van je mannelijke energie, dat door die aanpassingen te maken, dat er net gaat voor zorgen dat je gaat kunnen samenkomen, dat je inderdaad gaat die eenheid gaat kunnen vieren. En dat het belangrijk is om, ook al zijn nu die goede dingen die... Ik ben aan het kijken naar de kaart, want de kaart is chocolade, maar ligt ondersteboven. Het gaat over perfectie en vervulling, over liefde, romantiek. Maar ook over jezelf goed behandelen en te verwennen. En hetgeen dat in mijn oog opspringt, is ook elevated mood. Dus het gaat erover dat je zelf die dingen doet die je gelukkig maakt. Dus daarom heb ik ook een reminder in mijn gsm gezet dat succes gaat niet over het bedrag dat op jouw rekening staat. Succes gaat niet over hoeveel reizen en wat dan ook dat je kan gaan doen. Nee, succes gaat over van hoeveel tijd per dag, om het zo te stellen, kan jij besteden aan de dingen die jou blij maken en dat jij leuk vindt om te doen. Dat bepaalt hoe hard of hoe succesvol dat je bent.
En daarom dat de vrouwelijke energie ook gevraagd wordt van terug weer die verbinding te maken met haar passie. De dynamietkaart met waar de noordnode op staat. Lag ondersteboven of ligt ondersteboven. En dus het is geen moment nu voor de vrouwelijke energie om actie te nemen. Het is geen moment voor de vrouwelijke energie om heel veel dingen heel snel te willen gaan doen. Maar het is wel belangrijk om naar binnen te gaan. En om het vuur dat een stukje gedoofd is door de obstakels en door de pijn en het schaduw die naar boven gekomen zijn, om die weer terug te gaan ontdekken. Om die verbinding met jezelf weer te maken. Want wanneer je die verbinding weer met jezelf maakt, en wanneer je de verbinding maakt met jouw mannelijke energie, dus de eigen mannelijke energie die jezelf ook gaat gaan healen, want ook daarover gaat de grootste obstakels nu in december, dat we op collectief vlak heel veel stukken in die mannelijke energie aan het healen zijn, maar dat is ook in jezelf. En wanneer je die ook weer gaat gaan healen, en hier ook de kaart staat ook throat chakra, dat is ook te maken met communicatie, dus doe mij ook denken aan Mercurius die binnenkort weer retrograde gaat. Dat je op een andere manier gaat gaan leren communiceren over wat je voelt, over jouw emoties. En dan, dat gaat ervoor zorgen dat je ook weer overvloedig gaat gaan voelen. Dat je gaat zien dat geld weer op je pad komt. Dat je gaat zien dat welvaart er is. Dat je gaat zien dat fortuin er is. Dat ga je zien dat geld niet alleen via werken komt, maar op allerlei verschillende manieren komt. En meer nog, dat overvloed en welvaart het niet enkel gaat over de hoeveelheid geld. Dus daarom is het advies voor de vrouwelijke energie om ook echt de opportuniteiten die op je pad komt, om die te gaan omarmen. Om de vrije geest, de vrije ziel te zijn, dat jouw ziel echt van binnen is. Want Uranus, en Uranus heeft ook, het is de kaart van Uranus die als advieskaart naar boven gekomen is, die verbonden is ook met de Fool. Dat is iets nieuws, het is een nieuw pad, het is een pad dat we lopen, maar dat we eigenlijk nog niet van weten waar dat ons gaat brengen. Dat we zelfs niet weten of dat er een pad is. Maar net dat is het stuk waarin ze zeggen van spring in het onbekende. Omarm het onbekende. En doe het gewoon. Volg gewoon wat je voelt. Wees de innovator. Wees origineel. Maar volg vooral wat je voelt van binnen. Volg die passie. En dat ga je brengen tot die eenheid met de mannelijke energie. Dat ga je brengen naar positieve veranderingen. En om dan naar de mannelijke energie te gaan, dan zien we daar eigenlijk ook weer hetzelfde. Dus de mannelijke energie is door heel veel karma aan het werken. Dat is collectief, en dat ga je ook merken in jezelf, maar ook in je connectie. En een van de dingen daarin is dat eigenlijk die mannelijke energie een stukje uit die slachtoffer slachtofferrol, slachtofferidentiteit mag gaan stappen. Waar dat de mannelijke energie veel te lang geweigerd heeft om eigenlijk de realiteit te gaan erkennen, te gaan aanvaarden. En dat is nog veel te veel vanuit angstgericht of angstgestuurd de emoties te gaan denken en echt het leven te willen gaan sturen. Hè. En het is ook wel een hele mooie kaart, want de kaart is een struisvogel die met zijn kop gewoond in het zand zit. En dat is hetgeen wat dan niet meer toegelaten wordt. We moeten dingen gaan aankijken. Of dat we dat nu willen of niet. Dus daar ook is dat kregen we eigenlijk ook de Ace of Swords, die ook weer te maken heeft met het spreken van de waarheid. De gerechtigheid die zal geschieden. Maar ook het eerlijk erkennen van wat is hetgeen dat we als mannelijke energie, of in onze mannelijke energie, of gewoon in het collectief bij mannen, altijd hebben verwacht en hebben meegegeven van vader op zoon, op dochter, of wat dan ook, dat we die kracht en die de essentie van de mannelijke energie eigenlijk meer gaan omarmen. En gaan respecteren en waarderen voor wat dat is. En niet meer gaan zien vanuit iets slecht, iets overdominerend, maar het gaan zien als iets krachtig en iets compatibel met die zachte vrouwelijke energie. En daarom kregen we ook de kaart met de burchttop. Want uiteindelijk, de mannelijke energie is heel krachtig. De mannelijke energie is de ruggengraat voor de vrouwelijke energie.
Het is de structuur waarbinnen dat haar vrouwelijke flow en stroom kan veilig gaan stromen zonder heel veel dingen kapot te maken. Mannelijke energie, heel de mannelijke energie is ook onbreekbaar. Het is de energie die ons vooruit brengt. Het is de energie die dingen teweeg brengt, die dingen in actie zet. En dat daarom krijgt de mannelijke energie als advies ook een vuurkaart. Met exact eigenlijk dezelfde boodschap als bij de vrouwelijke energie. Waarin dat stond bij de vrouwelijke energie, spring in het onbekende, kreeg de mannelijke energie, verwacht het onverwachte. En volg de opwelling. Wees is impulsief. Wees is heel creatief en gepassioneerd. Doe spontane dingen. Volg die passionele, seksuele energie die je voelt. En begrijp dat de dingen die doorheen willen stromen, komen van iets die groter is dan jezelf. En dan zal je weer die opwinding voelen voor het leven. Dan zal je weer die dingen vooruit zien. En gaan inderdaad de weg naar die eenheid weer kunnen gaan zien.